Vreugde en verdriet. Mannen gaan naar het voetbal, straks in NW De Wereld. België-Nederland, voetbal voor wie niet van voetbal houdt. Dat is voor straks. Tom en Bart zeiden op het einde van het eerste deel van Schalkse Ruiters dat ze een belangrijk bericht in petto hebben voor Bert de Grave. En ook nieuwsgierig om te vernemen welke reportages waar of niet waar zijn. Op naar de Schalkse Ruiters. Belgacom, ver van elkaar en toch samen, ook met Schalkse Ruiters. En hierin krijgt u de oplossing van volgende reportages. Goudvissen kan men dezelfde trucjes leren als dolfijnen. Patrick de Schepper werd mentaal bijna 20 jaar ouder door een binnenoor-operatie. En Bart plaatste magneten op de motor van zijn wagen en verbruikte minder brandstof op de rit Wenen-Brussel dan ik. En onze gast is nog steeds Tom Lanois. En we beginnen meteen met de oplossing van onze eerste reportage over de getrainde goudvissen. Hiervan dacht 46% van de mensen die ons daarnet belden dat het niet waar was. Wel, we zijn benieuwd. What you've seen is entirely true. My name is Scott Johnson and I do train goldfish. In fact, I've written a book that explains how to do it using techniques that we use for training dolphins. This story is true. Ja. Het verhaal is inderdaad waar. Je kan dus echt goudvissen africhten. En wij hebben daar beelden van. U moet maar eens kijken. Hier ziet u het. Een goudvis duwt een balletje perfect tot in het netje. Of zwemt door een hoepel. Of brengt zelf die hoepel terug naar de plaats. En dat is het boek. U kan dus uw huisdier africhten, zelf al is het een goudvis. Tom, ja, dat juist, hè? Ja. Ja, ik heb het gezegd van die dolfijnen en Jean-Luc de Haan, dat vind ik echt perfect. Nee, ja. En als mijn Jean-Luc de Haan dan nog kan trainen om zeehonden te kussen, dat is echt helemaal het bewijs van deze stelling. Tom, je bent aan het schrijven aan een nieuw boek. Ja. Een nieuw boek? Ja. Waar gaat het over? Daar zeg ik helemaal niks van. Wat dat betreft ben ik nogal bijgelovig. Echt? Dus zoals ik alweer over Jean-Luc. Maar over Jean-Marie Paf, die in der tijd altijd ook zijn vaste rituelen had. Wel, ik kom ook van het Waasland en een van de rituelen is, je mag over een boek niks zeggen. Gaat het over de middenstand? Ik zeg helemaal niks, Bart. Okay. Het gaat niet over mellen. Het zou verkopen dan, in elk geval. Ja. Dus je kan ook nog niet zeggen wanneer het uitkomt? Nee. Zelfs dat niet? Het is nog niet af. Ook niet wie het gaat verfilmen? Nee, maar als je een rol wilt, dan kunnen we eens afspreken, misschien. Ik begin te begrijpen hoe Bart aan die rol is geraakt. De oplossing van onze tweede reportage. En die ging over Patrick de Schepper. Hiervan dacht slechts 29% van de Vlamingen die belden dat het waar was. Ik ben benieuwd of die allemaal gelijk hebben. Dames en heren, deze opname is helemaal niet waar.
U zijt gefopt, want Patrick heeft hier nooit gewerkt. Ja. De reportage is dus niet waar. En Tom Lanois had het alweer juist. Ik zal u eerlijk bekennen, het is de eerste keer dat ik meer dan één vraag juist heb. Meer dan één reportage juist. Je kan misschien het Lorenzo Stales evenaren met zijn hat-trick. Dat is de enige tot nu toe die alles juist had. Ja, wel. Zullen we kijken naar de derde reportage? Nog niet, nog even wachten. Nog Tom, een heel belangrijke vraag nu voor jou. Oh my god. Ken jij Bert de Graven? Nee, maar ik zou die mens doodgraag willen leren kennen. Om hem te zeggen dat hij absoluut naar dit programma moet komen. Ja. Meneer de Graven, nee, echt waar. Het is plezier om hier... U zou het zelf niet denken in de BRT, maar het is een plezier om hier te zitten. Kom, alstublieft. Ja. Ja, meneer de Graven, we proberen echt alles. Meneer de Graven, u hebt al een geruime tijd hoofdpijn. Wij weten dat. Misschien is dit beter, ja? Hey? Toch doen we nog een laatste wanhopige oproep. Meneer de Graven, u mist hem nu al een paar dagen. Uwe Frikie. En Frikie mist u ook. Kom hem dus volgende zondag halen in Schalkse Ruiters. Niet voor ons, maar voor Frikie. Hé, hey, Frikie? Meneer de Graven, u weet dat wij heel graag zouden hebben dat u een keertje naar Schalkse Ruiters zou komen. En dit is een psychopaat. En dit is uw adres. En dat willen we hem niet geven. Dus Bert, kom alstublieft naar Schalkse Ruiters. Dank u. Wat vind je met u? Dames en heren, u kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben. We zouden echt niet weten wat we nog meer kunnen doen, tenzij natuurlijk professionele hulp inroepen. Uw applaus voor onze hoop in bange dagen. Uw applaus voor de enige echte Red Michiel. Hey Bart, kom. Michiel, Tom, camera 1, oké. Michiel, jij moet ons redden. Het is misschien de zwaarste opdracht die je ooit hebt gekregen, maar we rekenen op jou. Doe je oproep, zorg dat je het voor elkaar krijgt. Dat is je camera. Spreek Vlaanderen toe. Meneer de Graaf, ik begrijp dat u nog niet op de uitnodiging van Tom en Bart bent ingegaan, maar laat ons nu even serieus zijn. Bert, laat ons praten van man tot man. En het zal u ondertussen wellicht misschien duidelijk zijn dat u Tom en Bart en ook mij een dienst bewijst door volgende week te komen. Ik reken er dan ook op dat u mij deze week contacteert en dat we concrete afspraken kunnen maken. Kijk, en als u het niet voor hen doet, doe het dan voor de BRT. Doe het voor Vlaanderen.